noemde zin is. Geef maar aan wat ik voor je kan doen. En dan lijkt het dat de omgeving daarmee zegt, alles wat je ons vraagt, gaan we voor jou doen. Maar dat stuit op een aantal vreselijke dilemma's. A, weet ik al als vriend van wat ik moet doen? Wat staat mij te wachten? Want ik ben voor het eerst in deze situatie beland. Jeumig, wat een genereus aanbod. Lijkt dit, hoe ga ik hier in godsnaam naar vragen? Hoe ga ik dat concreet aansturen? Ben ik dan niet, nou, met allerlei drempels en belemmeringen die je dan maar kunt hebben op zo'n moment? En die vraag of die opmerking, die liefde eigenlijk, wordt je aangeboden op het moment dat je hard aan het werk bent om je hoofd boven water te houden, of je gezin draaiende te houden, of je bedrijf draaiende te houden. Omdat je zogenaamd de rots bent in de branding. En dan komt dat aanbod eigenlijk helemaal niet fijn over. Geef jij maar aan, want dan moet je het ook weer eens gaan aangeven. Dus het precies, dus het appel wat er wordt gedaan op de vrienden van de mantelzorgers, vind ik een behoorlijke heftige. Wat heb ik bedacht? Ik heb bedacht zo concreet mogelijk bootje voor die mensen. Dus wat ik zou willen is dat ik 3 dagen in het jaar een dag organiseer voor mantelzorgers, voor de vrienden van. En wat zij dan krijgen in die dag is, laten we over deze eens van gedachten wisselen. Wat komt er nou eigenlijk zo op je af als rots in de branding? Waar krijg je een en mee te maken? Dus waar het mij aan de ene kant om gaat, is om herkenning en erkenning van een nieuw zijn bijna. Een nieuw zijn. Er wordt in ene een rol van je gevraagd die je daarvoor nog nooit hebt ingevuld. En het is ongelooflijk fijn en waardevol als je daar wat tools bij gaat krijgen op zo'n dag. En dat begint wat mij betreft bij herkennen en bewust worden van, verrek, ik zit ook in zo'n nieuwe rol. En hoe ga ik die in godsnaam vormgeven? Nou, met dat vormgeven zou ik het al heel mooi vinden om op die eerste dag, los van het uitwisselen, ook iets te kunnen doen met mental preferences, om wellicht als een soort ingang te nemen van, nou, een van de belangrijkste dingen die je op dat moment kunt doen is je scherp bewust worden van met welke perceptie leef ik nu, met welke perceptie kijk ik naar dat wat me overkomt, kijk ik naar de rol die ik nu ineens moet gaan vervullen. Uit eigen ervaring weet ik dat mental preferences heeft mij een soort anker gegeven van, Hugo, er wordt nu misschien iets van je gevraagd dat buiten mijn comfortzone ligt. Maar dan geeft het mij misschien de gelegenheid om juist daar de hulp voor te vragen. Dat is misschien helemaal niet de bedoeling van de buurvrouw die zegt, als er wat is, kan ik iets voor je doen. Maar misschien ook wel. En ik heb gemerkt dat als ik mijn omgeving, terwijl ik de mantelzorg aan het doen was, mijn omgeving vertelde hoe eenzaam ik het had. En volgens mij heb ik dat 3 weken geleden ook met jullie even gedaan, die eenzaamheid. Ja, dat hadden ze bijna iets van, hoe kan dat nou? Hoe kun jij nou zo eenzaam voelen terwijl je huis vol staat met bloemen, terwijl je huis vol staat met vrienden, die allemaal zeggen van, doe een appel en dan krijg je wat je wil hebben. Terwijl dat eigenlijk eenzamer maakte. Dus dat buiten je comfort kunnen denken, dat zou ik heel mooi vinden om ze dat mee te geven. Zodat ze creatiever worden in, weet je wat, bij die vraag ik dat, bij die vraag ik die ondersteuning. Op die manier kan ik mijn netwerk
mij laten ondersteunen om die rots in de branding, ja, te blijven zijn.